Zo gaat dat langer duren dan 10 minuten zeker. Oké! Let's go! Alright, dus. Voor degenen die niet door hebben wat er hier aan het gebeuren is. Hallo. We gaan 10 minuutjes stretchen samen om onze spagaat beter te gaan kunnen. En split ook een beetje, maar vooral spagaat. Elke stretch die we gaan doen, doen we 1 minuut aan een stuk. Terwijl we die aan het doen zijn, ga ik ook altijd een paar dingetjes zeggen waar je best op moet letten. En afsluiten doen we met onze spagaat. 30 seconden aan elke kant. En dan zijn we er vanaf. Dus in totaal een kleine 10 minuutjes. Let's go! Hopla. En de eerste die we gaan doen, ga je je voeten een beetje breder zetten dan je schouders. En gewoon voorover gaan hangen. Voilà, dat is het. Je gaat dat voelen vanachter in je bovenbenen. En wat je kan doen om jezelf een beetje meer uit te dagen en wat meer te stretchen, dat is je handen achter je rug in elkaar haken en zo laten overhangen. Op die manier ga je jezelf nog ietsje meer naar beneden trekken. Hetzelfde effect kan je bekomen door je kuiten vast te pakken en zo je hoofd meer naar tussen je benen te trekken. Maar je kan ook gewoon je handen op de grond zetten of je handen laten hangen. Doe wat je wilt, maakt allemaal niet zoveel uit. Zolang dat je het maar voelt in je bovenbenen. Ook belangrijk, dat heb ik daarnet vergeten te zeggen, voordat je begint met stretchen, zorg dat je goed opgewarmd bent. Dus de ideale moment om dat te doen is eigenlijk vlak nadat je een uur getraind hebt ofzo. Maar als je daar de tijd niet voor hebt, gewoon 5 minuutjes wat bewegen en dan is dat ook wel in orde. En we zijn aan de laatste 3 seconden. 2, 1, voilà. En we gaan direct naar de volgende, in dezelfde positie, maar dan naar ene kant. Hopsa. Dus nu gaan we dat ook weer voelen aan de achterkant van je bovenbeen. Dat been dat daar staat, laat dat maar gewoon staan, daar moet niks speciaal mee gebeuren. Je gaat proberen om met je handen zo dicht mogelijk naar je voet of naar de grond te geraken. Als dat nog niet lukt, zeker niet erg. Voor de eerste keer gaat dat waarschijnlijk maar tot daar geraken of zelfs maar tot aan je knie. Dat is echt niet erg. Het is een kwestie van dat heel vaak te doen, dat stretchen, om verder te geraken. Dus bijvoorbeeld, ik ben ooit begonnen met dat elke dag 10 minuten te doen, stretchen. En op die manier was ik op 6 weken tijd ongeveer aan mijn spagaat geraakt. Ik ga eens kijken naar de timer. We hebben nog een kleine 10 seconden te gaan. En dan gaan we rechtstreeks naar de andere kant. Dus juist hetzelfde doen, maar dan in spiegelbeeld. Binnen 5, 4, 3, 2, 1. En switch. Voilà. En dan zijn onze eerste 3 minuten al bijna gedaan. Hierna gaan we nog onze quadriceps stretchen. Dat is zo de spier van voor aan ons been. En dan nog 2 stretches voor onze wat is dat? Middelsplit, zijwaartse split. En dan onze spagaat nog. En dan zijn we vanaf. Dus eigenlijk duurt dat niet zo lang. Hè? We moeten er maar een heel klein beetje tijd voor hebben elke dag. En je ziet, door dat vaak te doen, ga je echt wel serieuze resultaten zien. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Even kijken, nog 20 seconden te gaan aan deze kant. En dan gaan we verder naar de volgende. Ah ja, nog een belangrijke waar je op moet letten bij deze. Zet je knie niet helemaal op slot, dus niet helemaal zo naar van achter, maar een beetje los. Ze hebben mij ooit wijsgemaakt dat dat niet goed is voor de knieën, dus voilà, bij deze. En nog 3, 2, 1. En voilà, dat was die weer. Volgende, zet je je voet recht onder je knie, dus op deze manier. En ga je je been naar achter toe strekken. Oeh, veel benauwd. Dus je voet recht onder je knie. En je been naar achter. Voilà. Dat ga je voelen. Nee, even mijn onesie een beetje toegesteken. Dat ga je voelen aan je lies en aan, aan de voorkant van je bovenbeen, van de achterste been. Je kan met je armen op je voorste been leunen of als je iets in de buurt hebt, jezelf een beetje vasthouden. Niet zo naar voren hangen, want dan ga je de stretch die we aan het doen zijn eigenlijk niet doen. Je kan wel je hand net op de grond zetten eventueel. Maar dus, om jezelf nog wat meer te stretchen, probeer je je heupen zo dicht mogelijk naar de grond te duwen. Je achterste knie ligt op de grond. Wat de
Mijn mama geeft commentaar. Buiten beeld. Nee? Oké. Okay. Nog 30 seconden en dan gaan we dat aan de andere kant juist hetzelfde doen. Maar gezien ondertussen ben ik dan op de live chat aan het kijken. En dan wordt er zo 1000 vragen gesteld. Wacht hè. Zo de meest frequente. Ik ben 22 jaar. Mijn echte naam is Tatjana. Ja, ik heb het warm in dit pak. Wat nog? Hoe lang spring ik al? Al 16 jaar. Allee, dat was al een minuut aan die kant. Dan gaan we naar de andere kant. 3, 2, 1 en go! Allee, juist hetzelfde. Heupen naar de grond toe duwen. En wat vragen stellen ze nog? Ah ja, lievelingskleur, appelzee, blauwgroen. Ja, ik weet dat dat woord niet klopt. Lievelingseten, lasagne. Van de mama, inderdaad. Dat is een belangrijke nota. Bij die, ja, en mijn broer kijkt ondertussen van wat de mis hier aan naam. Leuk toch? Oké, nog een kleine 30 seconden deze. En dan gaan we verder naar onze twee symmetrische stretches, noem ik dat. Omdat je eigenlijk twee kanten tegelijk doet. En dan nog onze spagaat aan elke kant en dan zijn we er vanaf. Woehoe! En nu hebben jullie dus een prachtige YouTube-video die dat jullie kunnen volgen telkens. Als jullie willen stretchen, dan hebben jullie mij niet altijd nodig. 3, 2, 1, et voilà. Rustig eruit gaan uit die stretch. Dat je spieren niet uit laat verschieten. Oké, en next. Go. Ja. Voetzolen tegen elkaar. Pak je tenen vast en je knieën naar de grond toe duwen. Voilà. Probeer mooi recht te blijven zitten. En eigenlijk met de spierkracht van je benen je knieën naar de grond toe te krijgen. Ik weet, sommigen die doen dan zo met hun ellebogen daarop of zo. Maar op deze manier ga je het ook zeker wel voelen. Dat voelt dus in je liezen. Voor degenen die niet weten waar dat je lies zit, dat is de overgang van je been naar je lichaam eigenlijk. En ik, wacht hè. Ja, nog 30 seconden. Ik was weer bijna vergeten wanneer dat we begonnen zijn. Maar nee, ik weet het nog. Ik weet het nog. Geen zorgen. En we zijn er al naast, hè. Dat gaat minder dan 10 minuten zijn in totaal. Ik zie, je hebt niet veel tijd nodig van een dag hè, om lenig te worden. Je moet het alleen elke dag doen. Oké, voilà. Dat was die. En dan verder. Tenen open. En naar voren gaan hangen. Is de volgende. Wacht hè. Een beetje meer. Voilà. Wat je kan proberen hierbij, sommigen die gaan hierbij zo aan de binnenkant van hun knieën een beetje een raar gevoel krijgen. Wat dat daartegen kan helpen, dat is van je voeten kapstokken maken, dus eigenlijk je tenen naar je toe trekken en je benen opspannen. Kan daarbij helpen. Ook een beetje rechter blijven zitten gaat ook, zolang dat je het maar voelt. Uw heupen kantelen naar voren gaan, dat ook voelen aan uw liezen. En nog maar 20 seconden te gaan. En dan nog 30 seconden aan de ene kant onze spagaat, 30 seconden aan de andere kant. En we zijn er vanaf. Woehoe! Is het een lekkere pannenkoek, Dimitri? Niet met pannenkoek naar mij gooien. Nee. En voilà, dat is weer een minuut. Alright. Voor onze spagaat, ik begin altijd graag aan mijn, ja, tussen aanhalingstekens, slechte kant. Ondertussen is die kant niet zo slecht meer. Omdat dan de goede kant eens zo leuk is. Hè. Zorg dat je zeker je handen op blijft zetten, zodat je jezelf niet overstretcht. Ook al denk je van, ik zit zo goed als op de grond. Laat je handen toch nog maar een lange tijd staan, voor de zekerheid. We gaan erin vliegen, hè. 3, 2, 1. Kant numero uno. Dat is 1 in het Spaans. Ik ben er bijna. Wat je ook kan doen bij je spagaat, dat kan soms lastig voelen aan je achterste knie, omdat je knieschijf zo niet helemaal weet wat hij moet doen daar op de grond. Dus daar kan je eventueel een dekentje of zo onder leggen, onder je achterste knie. En nog 5 seconden. 3, 2, 1 en stop. Voilà. Dan de andere kant nog. 3, 2, 1. Go. Als je al zit,
je neus tegen je knie leggen. Of proberen van zo je achterste voet naar boven te... Wacht, hè. Ik ga omvallen als ik dat probeer. En dat dus. Dan kun je ondertussen je achterste been nog wat extra stretchen. Als je hier al zit. 3, 2, 1. En voilà. Daar zijn we ze. 9 minuten en een half. Top. Ik had gezegd dat minder dan 10 minuten ging zijn. Oké. Super. Ik ben trots op jou dat je dit hebt volgehouden, heel de video. En om er echt te geraken, tot morgen. Dan doen we dat nog eens. Hè. Ciao.